Het was ooit de bedoeling dat The Voice of Holland alleen maar de allergrootste namen uit de muziekindustrie in de jury zou zetten, maar na elf seizoenen is de vijver van de Asteren toch een keer leeg. Dit seizoen kiest RTL4 voor het eerst voor een coverzangeres, Glennis Grace, en dat heeft menig een verbaasd. Nu blijkt dat Glennis niet de eerste keuze was van de makers van The Voice. Ze is vorig seizoen namelijk ook al gevraagd, maar toen Jan Smit ook geïnteresseerd bleek werd ze razendsnel weer afgebeld. Uiteindelijk volgde daardoor niet zij, maar hij de opgestapte coach Lil Klein op. Uiteindelijk hield Jan het slechts één seizoen vol en mag Lanis nu alsnog meedoen. Ze geeft eerlijk toe dat ze vorig seizoen is gepasseerd. Ja, toen werd het Jan Smit, zegt ze in televisie. Dit keer kwam het verzoek vanuit de andere coaches. Zij wilden mij er graag bij. Anouk vindt het bijvoorbeeld fijn als er iemand naast haar zit die eerlijk is. Waar echt grote namen niet eens op komen draven voor een screentest, moest Glennis wel gewoon een afspraak maken voor een testopname. Ik werd gevraagd, maar ik moest wel eerst auditie doen, net als wat andere mensen die gevraagd waren. Dat duurde best een tijdje, maar uiteindelijk werd ik het, vult ze aan in Veronica's superguide. Dacht ze niet, ja, dag, ik ben Glennis Grace. Ik ga geen auditie doen. Nee, dat dacht ik niet. Niemand heeft me ooit op die stoel gezien, dus niemand weet of ik het kan. Ik ook niet. Het was voor mij ook wel fijn dat ik moest laten zien dat ik hier klaar voor was.